Hallo lieve vissen, leuk dat jullie er weer zijn. We zijn aanbeland bij week 50, 12 december tot en met 18 december. Het is een algemene reading. Haal er vooral uit wat je nodig hebt. Lieve vissen, we gaan eens kijken naar je hoofdthema voor deze week. Soms heb je het gevoel dat je aan het overleven bent. Het idee hebben niet vooruit te gaan. Alsof je soms misschien bijna kopje onder gaat. Je zoekt soms de moeilijke weg. Laat dingen soms voor wat het is en focus je even op jezelf. Hoe lastig het ook is, want ik zeg echt niet dat het makkelijk is. Maar hoe meer je gaat kijken naar wat voor resultaat je wilt en wat je al wel behaald hebt, zal je merken dat je verwachtingen los kan laten, waardoor dingen wat makkelijker worden. We gaan eens verder kijken, lieve vis, wat je deze week kan verwachten. Wat kan de vis deze week verwachten? Ik heb een gevoel dat jullie soms een beetje zoekende zijn, maar het lijkt een beetje stabiel weer. Ik zie zeg maar dat je vooral mag focussen op wat je graag wilt. Dus manifesteren, fantaseren en vast in te beelden hoe zou het zijn. Ik heb het gevoel dat je grote stappen voorwaarts wilt maken. En het voelt ook als grote stappen in de zin van opleidingen. Alleen dat je toch twijfelt, kan ik dan wel rondkomen of ga ik dat wel redden? Sta jezelf toe om te dromen en weet dat er mogelijkheden onbeperkt zijn. Dus vertrouw erop dat alles wat je nodig hebt, dat het naar je toe komt. Dus doe maar alsof. Doe maar alsof je het al hebt. Doe maar alsof je er al bent. Doe maar alsof dat je het geld al hebt ontvangen. Want je gaat echt tot bloei komen. Maar jij bent wel degene die hier verandering kan brengen. En als het even niet gaat zoals het is, omarm het maar even. Laat het maar gewoon gebeuren. Geef jezelf de liefde. Kijk even naar de werkelijkheid. Oké, en we gaan weer verder met wat ik graag zou willen. Je gaat wat meer in een positieve spiraal terechtkomen. Voor een aantal van jullie meer contact misschien met je zielsverwant. Maar wat ik vooral zie is, je gaat positiviteit tegemoet. Alles gaat weer samenlopen en alles gaat weer in een positieve cirkel. Een spiraal bedoel ik. Dus je gaat echt weer naar boven toe. Er is echt een nieuwe tijd aangebroken. Nou, lieve vissen, we gaan eens even verder kijken naar een positieve boodschap. Stel duidelijk je grenzen en kijk goed naar wat je wel wilt. En benoem ook vooral wat je wel wilt, want zo kom je verder. Lieve vissen, ik hoop dat je hier wat aan hebt gehad. Ik wens je verder een hele fijne week toe. Wil je een 1-op-1 reading? Dat kan. Neem een kijk op www.mediumdaphne.nl. Daarnaast kan je 23 december een demonstratieavond bijwonen. 28 december een bijenwas. Workshop is er dan voor kinderen. En 30 december is er een workshop voor het thema het nieuw begin, het nieuwe jaar. Wil je erbij zijn of wil je meer informatie? Neem een kijk op mijn website www.mediumdaphne.nl of check mijn Facebookpagina. Link zie je ook hier onderin. Ik wil je heel erg bedanken voor het kijken en tot de volgende keer.